Zeer goede avond. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je klein bent, worden sprookjes voorgelezen en dan groei je op. En dan stopt dat vandaar, deze Niet Zo Serieuze Sprookjes, met een speciale gast vandaag. Niemand minder dan Rob van Oudenhoven. En we zitten met ons live publiek nog steeds in de balzaal in de vooruit tijdens de Gentse feesten. En Rob, we hebben een titel gekregen. Er was eens een liegende president met een spraakprobleem. Goed, ja. Hier gaan we dan. Er was eens een liegende president met een spraakprobleem. Iedere keer als de liegende president het woord wilde nemen... veranderde de R... in een W. In een W. Ja. En daardoor was de president, die president was van een heel groot land, echt de president die het meeste uitgelachen werd wanneer hij aan het woord kwam. Ja, het was de president van Luxemburg. Wat een heel groot land was in sprookjesland. Ja. Nu, de president stond ook bekend dat hij nooit de waarheid kon vertellen. Of zoals hij het zei, de wauwheid. Ja. En op een dag was er een persconferentie. En de president kwam naar voren en begon aan zijn speech. Beste onderdanen, het is wauw, maar wauw. Wauw. En alles wat jullie hebben gehoord is niet wauw. Is niet wauw. En jullie vragen jullie misschien af. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Maar ik heb het antwoord. Maar jullie moeten waden. En zo begon het publiek te raden. En ze raden en ze raden. Tot de president zei van nee, dat is niet het antwoord op de vraag. Het antwoord op de vraag is... Wododendwon. De vraag van de journalisten was wel degelijk geweest: wat kunnen we best planten in het park? En wododendron was eigenlijk niet de juiste plant. Daarover had de president gelogen. Ja, want hij woonde in het wodehuis. Want zijn collega woonde in het rietenhuis. Ook de verteller had een spraakprobleem. Dat wordt hier een eeuwige spook. Maar, zei de president. Wauw is mijn wauw. En op dat moment liep hem naar achter in een zaal en daar zat zijn vrouw op hem te wachten. Zijn vrouw Elisabeth zei, lieve schat, waarom spreek jij nooit de waarheid? Uw landgenoten zitten te wachten op de waarheid. Ze hebben u verkozen, spreek toch de waarheid. Ja, zei de president. Ik kan de waarheid niet vertellen, want ik ben eigenlijk niet de echte president. Dat is mijn broer. Maar mijn broer, die heb ik vermoord met een tak van de wododendron in zijn weet. Ik heb een tak van de wododendron in zijn weet gestoken. En mijn boe is nu dood. En daarom ben ik nu president. Als ik nu aan mijn onderdanen ga vertellen dat ik de president niet ben, dan gaat er wat gebeuren. Je mag gerust zijn. Gelukkig was ook dat een leugen. Allee, merci. Ja, zei de president, vrouw lieve schat, ik heb u dat verhaal al zoveel horen vertellen. Maar je hebt nooit een broer gehad. Je blijft maar liegen en liegen en liegen. Waarom kan je niet gewoon vertellen dat jij bent verkozen en dat je schrik hebt van de waarheid? Hoe komt het dat je schrik hebt van de waarheid? Misschien kan ik de druk niet aan. En misschien ben ik het niet waard om verkozen geworden geweest te zijn.
En voor de eerste keer had hij de waarheid gesproken. Hij voelde zich als president met een spraakgebrek onwaardig om president te zijn. En daarom loog hij zijn hele leven bij elkaar. Mauw. Oh nee, maar. Wat was er nu gebeurd? Zijn microfoontje stond op en de hele bevolking van Luxemburg had gehoord. Had eindelijk de waarheid gehoord. Het ware verhaal gehoord. En ze hadden compassie gekregen met hun president. En ja. De volgende moment dat de president op zijn terras ging staan, stond heel de bevolking van Luxemburg voor het terras te applaudisseren. Ja, en ze hadden allemaal tanden laten trekken, hun lip gebeten. En iedereen in Luxemburg had hetzelfde spraakgebrek. En van sinds die dag spreken ze in Luxemburg azo. Zonder de R. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Nee, de moraal. De moraal van dit verhaal. Als je wordt geboren met een spraakgebrek, zorg dan dat alle andere mensen ook zo spreken en daar is er geen gebrek meer. Slaap lekker. Dames en heren, Rob van Oudenhoven.